Welkom terug bij de videoserie Groei met Videomarketing. Leer stap voor stap hoe jij videomarketing kan inzetten om jouw bedrijf of merk te laten groeien. Vandaag duiken we dieper in het proces van doelgroepanalyse en het opstellen van goede doelen voor jouw videomarketingcampagne. Een goed begrip van jouw doelgroep is cruciaal voor elke marketingstrategie. Het analyseren van demografische gegevens, psychografische kenmerken en consumentengedrag kunnen je helpen een nauwkeurig beeld te vormen van wie jouw klant nou daadwerkelijk is. Maar hoe doe je dat nou precies? Het is makkelijk om te kijken naar je huidige klant, de vastgegevens van je huidige klanten. Op basis daarvan kun je al een klein kijkje nemen hoe jouw daadwerkelijke doelgroep eruit ziet. Het is de bedoeling om duidelijk neer te zetten wie jouw doelgroep is. Breid je buyer persona dus uit met nieuwe gegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leeftijdscategorie, gezinssamenstelling, etc. Dit zijn vaak wel gegevens die je al kan hebben. Kijk dan naar geografische informatie. Waar woont je doelgroep? Wat zijn hun interesses? Speelt cultuur en traditie een rol in het nemen van beslissingen? Welke websites gebruiken ze vaak? Welke social media platformen gebruiken ze om informatie te krijgen? En welke blogs gebruiken ze om op de hoogte te blijven wat speelt binnen hun markt? Dan is het goed om naar sociaal-economische informatie te kijken. Wat voor beroep doet je klant? Wat voor opleidingsniveau heeft je klant? En wat moet je klant verdienen om jouw product te kopen? Voor bijvoorbeeld bedrijven die alleen in de B2B-markt zitten, kun je kijken naar hoeveel omzet moet een bedrijf hebben om jouw product te kopen. Als laatste kijken we naar persoonlijke informatie. Uiteindelijk doe je altijd zaken met een persoon. Bekijk welk persoonlijkheidstype je doelgroep is, wat hun levensstijl is en wat hun persoonlijke doelen zijn. Bekijk ook hun persoonlijke interesses in bijvoorbeeld technologie, kunst of reizen en bekijk hun levensfases. Zo krijg je een compleet en rond beeld van je doelgroep die je kan gebruiken om jouw video's duidelijker in te zetten. Door gebruik te maken van verschillende analytische methodes zoals enquête, marktonderzoek en de informatie die je verkrijgt via social media, kun je waardevolle inzichten verkrijgen die je kunnen helpen bij het creëren van effectieve videomarketingcampagnes die een blijvende indruk achterlaten bij jouw doelgroep. Het vaststellen van duidelijke en meetbare doelstellingen is essentieel om richting te geven aan jouw videomarketingcampagnes. Of het nou gaat om het vergroten van jouw merkbekendheid, het verhogen van de betrokkenheid van je doelgroep, of het verhogen van bijvoorbeeld conversie. Het hebben van heldere doelen is de sleutel tot succes. Je kunt de doelstellingen op meerdere manieren vastleggen, maar het makkelijkste is de SMART-methode. Je kunt bijvoorbeeld het volgende doel opstellen. Verhoog de merkbekendheid door een reeks educatieve productvideo's op te nemen die resulteren in 1000 weergaves en 200 nieuwe abonnees op het YouTube-kanaal van het merk binnen 3 maanden na de lancering van de video's. Het stukje acceptabel en realistisch is altijd lastig. Kijk daarvoor altijd wat mogelijk is binnen je bedrijf en naar de status van je huidige kanalen. Het stellen van haalbare doelen en het ontwikkelen van een doordachte strategie om deze te behalen stelt je in staat om gerichte en effectieve videomarketingcampagnes op te zetten die aansluiten bij de behoeften en verwachtingen van je doelgroep. Volgende keer duiken we in het effectief opzetten van een contentstrategie gericht op jouw doelgroep. Volg mij of Afterimage Media voor nog meer tips en tricks over videoproductie en videomarketing. Tot de volgende keer!